John, in Venlo zei je dat je deze week wilde trainen om zondag direct met het mes tussen de tanden op het veld te staan. Is dat gelukt? Oh, zeker. Ik vind dat we, maar moet ik eerlijk zeggen dat ik dat wel vaker heb gezegd, dat we ja, deze week, al een lange week, hè, van vrijdag naar zondag, dat betekent dat je bijna 10 dagen hebt om je voor te bereiden op de volgende tegenstander. En ja, we hebben wel wat dingen ingepast in de training met scherpte en ja, mentaliteit, kwaliteit, fysiek natuurlijk. Kun je nog steeds dingen doen, zeker in het begin van de week, om zondag hè, ja, eindelijk voor het eerst weer voor je eigen supporters te kunnen en te mogen spelen. Het zijn er volgens mij 4.500 wat ik zag en hoorde. Dus dat is mooi, want ook die mensen hebben er heel erg naar uitgekeken, net als wij, om weer wedstrijden te spelen. En ja, we hebben vorige week een slechte generale gehad, zo moet je het ook eerlijk zeggen. Dat we matig begonnen zijn, goed geëindigd. Nou, zoals we geëindigd zijn, moeten we zondag RKC aanpakken om die punten hier te houden. En ja, dat is het eerste doel voor de eerste thuiswedstrijd. Het was dus inderdaad de eerste competitiewedstrijd na 194 dagen. Hoe is de ploeg fysiek uit de wedstrijd gekomen? Goed. In dat opzicht hebben we ja, gewoon een fitte groep. Maar dat kan ook niet anders als je een voorbereiding van bijna 14 weken hebt gehad. Dus dat is logisch. En ja, er zijn ook een aantal jongens die terugkomen uit langere, niet de blessures, maar langere afwezigheid. Jongens die wat later zijn ingestroomd in de voorbereiding. Nou, jullie kennen ze allemaal. Maar ja, zoals je vandaag ziet, zie je bijna iedereen op het veld. En dat is, ja, dat is gewoon pure winst. En dan missen we nog heel veel jongens die vanavond bij Jong meespelen tegen Cambuur. Dus ja, fysiek gezien en qua medisch, fitheid, ja, zit het goed. Gelukkig. Gelukkig. Zondag is RKC de tegenstander. Kunnen we van hun een beetje hetzelfde spel verwachten als wat VVV nou liet zien vrijdag of niet? Nou, ook RKC heeft wel wat andere spelers dan vorig seizoen. Maar de intenties, de spelopvatting, de manier van spelen, dat komt nog heel veel overeen. Dat is ook logisch. We hebben nog dezelfde trainer met Fred. Ja. Ik weet hoe hij speelt. Hij weet dat van mij. Dus in dat opzicht kunnen we elkaar niet verrassen. Maar ja, wij moeten naar onszelf kijken. Dat zeg ik steeds. En zeker als we thuis spelen om de tegenstander ja, onze wil op te leggen. En ja, daar zullen we alles aan doen. En daar zijn we klaar voor. Want ik heb deze week wel goede dingen gezien. Vorig seizoen verloren we 2 keer van RKC Waalwijk. We hebben wel een appeltje met ze te schillen volgens mij. Hè? Volgende vraag. Heel goed. Wat je zelf al zei. Eindelijk weer een wedstrijd in ons eigen stadion. Ja. Daar heb je al zin in, neem ik aan. Ja, ik kijk er enorm naar uit, ja. En met mij de spelers. Ja, het is jammer. Het is jammer. Normaal zitten er 20.000 mensen. En ja, zeker als je zo'n eerste wedstrijd speelt. Helaas, dat is nog niet. Ja, hopen dat het zo blijft en dat het beter wordt in de aantallen. Maar 4.500, en zeker hier, ja, die kunnen wel voor sfeer zorgen. Dus ja, het is, ik kijk er naar uit. Ik heb er echt zin in, ja.